boek, ja. James Salter heeft een bespreking aan jouw boek gewijd. Oh ja? Ja. Goed zo. postuum, weliswaar. Een boekje, James Salter, De kunst van fictie. Achterop staat merkwaardig genoeg een van de grootste schrijvers die ik ken, Tommy Wieringa. Dus ja. Het is een compliment als die man een alinea aan je boek wijdt, toch? Sommige schrijvers, zegt hij, zijn in staat woorden in een bepaalde volgorde aaneen te rijgen, waardoor ze gaan bloeien in de geest van de lezer. Of om dingen zo goed te beschrijven dat de lezer voelt dat ze de werkelijkheid evenaren of dicht benaderen. Het is niet alleen dat die dingen goed zijn waargenomen, het zit hem ook in de manier van vertellen. Ja, de man heeft het over Le Père Goriot. Ja. Maar ik denk dat het allemaal letterlijk, woordelijk opgaat voor dit fantastische nieuwe boek. Ik heb een nulde druk, ja. Nieuw fenomeen in de letteren, De Heilige Rita. Ja, dat heb ik zelf bedacht. Ja? Ja. Laat eens kijken, dat is dus een boek, het lijkt heel erg op het origineel, maar het is dus een boek bedoeld voor vroege lezers zoals Mark er een is, 250 exemplaren en het is volgens mij heel leuk om te krijgen als je dat, ik dacht dat is nou, wat wil je nou graag hebben als je in het boekenvak zit, dan wil je graag iets hebben wat jou waardoor je uitverkoren bent, jij Mark bent uitverkoren. Dank Tom. Ja. Ik ga even verder met Salter, ik vind het een heel mooi boek. Daar kan ik heel lang over praten, ja. Over Salter. Ja. Ja. Een roman schrijven is moeilijk, zegt hij. Je moet het idee hebben, een stel personages, al kunnen zich gaandeweg nieuwe personages aan je voordoen. Je hebt de verhaallijn nodig, je hebt, als ik het zo mag zeggen, de vorm nodig. Wat voor lengte krijgt het boek? Schrijf je in lange alinea's of korte, gesteld in welke persoon? Heeft het boek een focus of gaat het alle kanten op? Hoe compact wordt het? Als je de vorm te pakken hebt, kun je het boek gaan schrijven. Ja. En als je de stijl hebt. Kijk, dat is een heel programma, daar kunnen we een uurtje mee vullen, denk ik. Maar ik wil misschien een alinea verder gaan om te beginnen. En dan zegt hij, het begin is uitermate moeilijk. En daarom zou ik eerst willen vragen dat je het prille begin van het boek even leest, dan weten we meteen toch al hoe je dat hebt opgelost. Ja. Het moeilijke begin. Paul Kruse spuwde in zijn handen, greep de steel vast en hief de bijl boven zijn hoofd. De stronk op het hakblok spleet, maar barstte niet uit elkaar. Vogels die in de bomen beschutting hadden gezocht voor de nacht, vluchtten in de schemering. Door het onderhout schoten woest kwetterende merels. Paul Kruse liet de bijl weer neerkomen, telkens opnieuw, tot het stuk eiken in tweeën brak. Toen werd het gemakkelijker, de stukken vlogen in het rond. Houtsnippers overal, lichtvlekken op de bosgrond. De bijl het werk laten doen, had zijn vader hem lang geleden geleerd, maar hij hield er juist van kracht uit te oefenen. Een paar bleke sterretjes verschenen aan de hemel. Diep daaronder, op de open plek in het bos, zwaaide de demon met zijn bijl. Hij liet hem knallen als een zweep. Blokken tolden door de lucht. De beuken rondom, sterk en glad als jongensarmen, rilden onder het geweld. Dit was zijn leven. Hij zette hout neer en kloofde het. Goed, we zijn begonnen. De bijl het werk laten doen, de pen kan je het werk niet laten doen. Het moet toch uit het kopje komen. Hè? Ja. Is dit ook eerst gekomen? Dat was een later hoofdstuk. Dus ik heb het later als begin gebruikt. En dat geldt eigenlijk ook voor het laatste hoofdstuk, dat eerst het beginhoofdstuk was. En toen dacht ik, ja, maar het slaat nergens op als begin. Dat moet naar het eind. Het is een heel goed slothoofdstuk. Je moet zuinig zijn. Je moet niet al meteen in het begin ejaculeren. Je moet de kracht in je heupen bewaren. Tot voor het eind. Dat is mooi gezegd. Ja, nee, maar het is een heel moeilijk boek geweest om te maken. Ik heb er echt veel kopzorgen van gehad. Je schreef het ook allemaal op, de kopzorgen. Je had een dagboek over het maken van het boek.
Ja, omdat het ik wilde nou wel eens weten hoe moeilijk het eigenlijk was. Want net zoals barenspijn en een heel groot genot, dat vergeet je op een gegeven moment. Je lichaam bewaart niet echt een geheugen aan pijn. Je weet wel dat je pijn hebt gehad of genot hebt gekend, maar het valt niet terug te halen. En ik dacht, ik wil nou toch later eens kunnen terughalen hoe dat dan ging met dit boek. Dus ik ben vanaf mei 2015 begonnen met een dagboek. Dagboek van een roman. En heb heel precies bijgehouden waar de haperingen zaten. En wat Solter daar schreef is heel goed. Ja. Je moet een vorm vinden en een toon. En je vertelt perspectief. En dat weet niemand. Niemand kan je daarbij helpen. Ik weet nog dat bij mijn tweede roman, ik woonde toen in Utrecht. Toen ben ik langs alle Utrechtse schrijvers die ik kende gegaan. Ik zei, hoe schrijf je een roman? Hoe kies je je perspectief? En niemand die het wist. Dus het is heel vaak een zaak van, maar het is niet een intellectueel proces. Het is een intuïtief tasten en dan uiteindelijk raak beet hebben. Ja. Gebeurt er nog iets met dat dagboek? Want James Salter had ook zo'n boekjes, maar hij zegt, dit is niet bedoeld om gelezen te worden door om het even wie, dit is bedoeld om te gebruiken. Ja, nee, met dat dagboek gebeurt niks. Nee, het is veel te particulier en heel saai. Ja. Ja. Het is geen Wolkersmateriaal die gewoon een wijf grijpt op straat en zo. Nee, niks. Nee, het is allemaal heel saai. Gewoon een moeizaam schrijver die een zin grijpt bij de staart. Ja. Hem eens ronddraait en weer anders formuleert. En daar gaat Ik ben echt een staganovist van de literatuur. Ja. Oké. Ik hoopte dat het oorspronkelijke openingszin was, omdat je daar zo goed in bent en ik denk dat je daar ook echt mee omgaat. Maar ik kan het natuurlijk wel herkennen, ook al is het niet oorspronkelijk de openingszin. Ja. Ik kan het wel herkennen als openingszin. Want dat was het genot bijvoorbeeld van een honorair Kozak dat ik ook bij heb. En wat het voordeel daarvan is, zijn vele korte verhaaltjes, columns enzovoort. Dan heb je heel veel openingszinnen. Ja. En dat is fantastisch, dat is een festival. Hè. Ooit bezat ik het volmaakte ei. Ja, dat is geweldig. Ik kwam China binnen door een hek. Dat is grappig, want zonder eerste zin gebeurt er niks. Als ik niet een eerste zinnetje heb, dan kan ik niet naar de tweede. En van de tweede moet ik naar de derde, dus ik kan niet zoveel wiskunde heb ik nog wel. Nee, maar ik ken heel veel schrijvers. Je vergist je. Ik ken heel veel schrijvers die beginnen dan ergens en later denken ze, nou dan voeg ik dat wel in. En dan, die kunnen het begin uitstellen. En dan het later doen. En een scène waar ze niet uitkomen uitstellen en dan tussen haken zetten en dan later in te vullen. Maar dat kan absoluut niet in wat ik doe. Met deze beginzin, Paul Kruzen spuwde in zijn handen enzovoort, zijn we meteen in het grensgebied Nederland. Over die naam Nederland-Duitsland, Paul Kruzen, daar is lang over nagedacht. Ja. Typische Paris Review, vraag een beetje, maar goed, het personage, die naam, groot belang. Ja. Lang over nagedacht. Ja, heel lang. En er zijn, bleek later, heel veel Nederlandse personages, romanpersonages die Paul heten. Misschien omdat de naam een soort neutraliteit met zich meebrengt, waar je nog van alles mee kunt. Dus het is een naam die mogelijkheden biedt. En Kruzen al helemaal, die hoort heel erg bij de streek. Dat is ook een bekende voetballer, Hendrik Kruzen, die uit die buurt komt en bij FC Twente heeft gespeeld. Dus ja, Paul Kruzen en ik dacht die twee. Ja, dat, maar het is heel moeilijk om een goede naam te vinden hoor. Er zijn echt is gelukt. Nee, oké, maar ik wou het wel maar zeggen dat er zijn echt, iemand zei dat ooit, hele goede romans verpest door een verkeerde naam voor een personage. Ja, zo heb je bijvoorbeeld Fitzgerald heb je Dick Diver. Too much. Poeh. maar dat is een ingewikkelde. Je bent eruit gekomen, dus daar profiteren we van. Oh, je wilt snel door. Er is veel te bespreken. Het is een fantastisch roman met een wijd panorama, veel actualiteit, alles. Okay. Salter wil ik ook even over doorgaan. Hij zei het over Isaac Babel, maar eigenlijk bedoelde hij jou. Dat zijn verhalen die bijgeschaafd zijn tot een adembenemende intensiteit. Schrijver zijn is veroordeeld zijn tot verbeteren. Ik bedoel, dat is nu precies wat jij ook doet. Hè? In Hummel drukt hij het zo uit. Een beetje sluikreclame. Het verhogen van de voltage van de taal. Ja. Dat is wat je wil. Ja. Die. Ja.
Ja, nee, maar dat komt omdat, wat Multatuli ook zei, hij zei, ik wil levend schrijven. En hoe maak je iets, het is echt een als iets lukt, is het een wonder. Als een zin lukt, is het een wonder. Want je bent namelijk veroordeeld over het algemeen tot gemeenplaatsen. Dat is een beetje ons natuurlijke gebied. Dat is onze habitat, de gemeenplaats, het cliché en de gemakkelijke uitdrukking. Als je daar geen genoegen mee neemt, dan begint het pas. En ook, er is een leuk iets met ik heb het boek op zeker moment toen het klaar was geprint en de print naast me neergezet en ben dat weer gaan overtikken, die print. Dat kan ik iedereen aanbevelen, ook biografen. Gewoon het hele document nog één keer doorwerken en dan zie je waar al dat steigerwerk zit. Al die overbodige woorden. En ik ben hier in dit boek ben ik 8000 woorden kwijtgeraakt. Wat een indikking is. En je bespaart de lezer tenminste 8000 woorden. Ongeveer een half uur leestijd. Ja. Dan hoeft hij dus niet al die overbodige woorden te lezen. Een biografie uitprinten is een aanslag op het milieu, wil ik toch maar meegeven. Maar ik weet dat, ik weet, maar we gaan het hier nog over hebben, Margot. Het is ja, echt, goed. Maar ik wou een ander aspect nog, wat mij treft. Als ik lees wat je schrijft, als ik hoor wat je schrijft daarnet nog, de klankpracht. Salter zegt, in zekere zin is wat ik doe componeren. Ik luister naar de woorden terwijl ik ze opschrijf, naar de woordgroepen. Ben je ook een beetje componist? Lees je het voor? Heb je zoals Flaubert, die had een gueuloir, hè? Die had een plek waar hij ging roepen. Ja. Maar jij hebt waarschijnlijk het hele Broek in Waterland als gueuloir. Je kan tegen de mist in naar de koeien roepen, de cadans van je woorden. Mag ik het me zo voorstellen? Moet klinken, het moet absoluut klinken, ja. En ook als een zin, soms merk je dat een zin een woord tekort komt. Dan is die ritmisch niet in orde. En dan moet je dus naar eigenlijk zoek je een woord dat er niet in thuis hoort, maar dat de zin complementeert voor zijn ritme. Dus dan zoek je een woord wat, en dat moet dus niet een heel opvallend woord zijn. Het is een soort bulsel eigenlijk. Een stoplap, ja. Een melodische stoplap. Ja, componeren telt absoluut. En ik lees het ook voor aan mezelf. Een ander punt, het draait om observatie. De schrijvers van wie ik houd, zegt Salter, zijn degenen die scherp kunnen observeren. Dus hij komt eigenlijk op een trits uit als wat doe je als je gaat schrijven? Ja. Je wil realisme, objectiviteit, stijl. Ja. Dat is wat je herkent. Prachtige formule van hem, zinnen die samenhangen alsof dat hun eeuwige doel was. Ja, dat is geweldig. Ja. Maar hij is geen harde realist hoor. Uiteindelijk is het een mytholoog. Hij zoekt levens die groot zijn. Hij zoekt avontuur. En hij zegt ook aan het begin van zijn fantastische autobiografische boek, Dwars door de dagen, dat hij niet geïnteresseerd is in het leven van de kleine mensen, maar dat hij het leven van de goden wil zien. En dan in hun manifestatie van mensen op aarde. Dus mensen waar hij tegen opkijkt. Vliegeniers die hij bewondert. Ja, ja. Schrijvers waar hij idolaat van is. Ja, dat zit een beetje in. Hij geeft ook een kwartet van Bertolt Brecht, cadeau. Van waar die opzond, waar het hem om te doen is. In zijn arbeidsjournaal, zoals jij dat ook hebt. Eenvoud, grootheid, gevoeligheid en dan de vorm daarvoor vinden, afstand. Ja. Ik denk dat je daar ook veel mee bezig bent. Je hebt je onderwerp, je hebt ook je helden, wat je gaat doen, maar dan de afstand ten opzichte van dat materiaal vinden. Ja, dat is het grote probleem geweest met dit boek in elk geval. Omdat ik heb het goed gerechercheerd, dat kan ik wel zeggen. Ik ben ongelooflijk vaak terug, terwijl ik het gebied eigenlijk heel goed ken. Ik ken het van het is mijn geboortestreek. Ik ben er grotendeels opgegroeid. En toch vertrouwde ik niet helemaal op die herinneringen. En dat bleek ook terecht, want dat gebied is onherstelbaar veranderd. In de relatief niet onherstelbaar verbeterd. Nee, veranderd. Nee. Maar er is veel welvaart gekomen, maar tegelijkertijd aan de randen is het bepaald.
niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk. En de mensen hebben het daar ook niet gemakkelijk. En het is dus wat in het boek heet een krimpregio. De overheid trekt steeds verder terug. Deze week een ongelooflijk mooi feit deed zich voor. Dat staat ergens in het boek het zinnetje. Nu was er wel een wolf, maar geen pinautomaat. De pinautomaat is weggehaald, te weinig transacties. Maar er zijn wel weer wolven gesignaleerd. En precies bij Klooster Haar, vlakbij waar dit boek speelt, werd een dode wolf langs de weg gevonden. Dat is, vond ik zo prachtig. Een kaartje erbij, ter promotie van het boek van Tommy Wieringa. Stel je voor, je rijdt daar 's morgens door de mist en dan vind je een dode wolf langs de weg. Ja. Ja. Mariënveen, zo beschrijf je het dorp in het boek. Het bestaat niet, denk ik. Er is een Mariënhemen en van, het zijn van venen zijn er te veel in die buurt. En het is inderdaad die krimpregio, hè. Wie iets kon, verdween, schrijf je daarover. Daarom ben je daar verdwenen, neem ik aan? Nee, ik kon niks. Ik moest weg. ik ging weg omdat ik woonde nog altijd bij mijn vader, maar die had een afnemende belangstelling. En toen ben ik bij een vrouw ingetrokken met twee zonen waar ik bevriend mee was. En die vrouw die heeft me echt... Zei, dit is de boekenkast, dit is je leven en vanaf nu gaan we het anders doen. En die heeft me echt uitgewrongen als een steen. En net zolang tot ik binnen 3 jaar, ik was min of meer toch een soort drop-out geworden. En binnen 3 jaar had ik mijn propedeuse geschiedenis aan de Universiteit in Groningen. Dat had zij, ik geloofde niet zozeer in mezelf, maar zij wel. Dus ik heb dat buitenboord geloof gewoon maar aangenomen en gedacht, nou ja, als jij dat per se gelooft, dan wil ik het wel proberen. En dat is voor een groot deel mijn redding geweest in een heel aantal opzichten. Maar het belangrijkste wat ze me gaf waren al die boeken. Rijen, kasten vol, alles. En het citeren en het eindeloos voorlezen. En een smaak ontwikkelen voor... Ik las altijd al heel veel, maar allemaal shit. En bij haar ging ik echt het goede spul lezen. Ja. Nederland is in onze ogen, maar ik denk ook objectief, een vrij klein land. En toch weet je vrij overtuigend te brengen dat binnen dat kleine land de verschillen enorm groot kunnen zijn. Hè? Ik citeer je boek, een klein land, dus je gaat akkoord, dat gemeten naar de verschillen tussen het centrum en de periferie van continentale afmetingen bleek. Dat is leek staat er. Ja, hier staat bleek. Nee, maar het boek staat leek. Dacht dat ik heb het over cut and paste. Ik heb het onlangs overgetikt, dus ik weet precies wat er staat. Ja. En de nul, de druk, staat volgens mij bleek, hoor. Nee, zoek maar op. Maar dat is zo. Ik bedoel, de provincie en Randstad is een world of difference. En als je in Twente bent, heb je ook niet het gevoel dat de mensen denken dat ze het nog bij Nederland horen. Het is een soort schil, helemaal aan de rand. En het hoort er formeel weliswaar bij, maar het gevoel van verbondenheid met het centrum is gering. Wat ik merk, maar goed, dat is ook weer aan de rand, want dat is in het café waar de een zaten zitten, maar is een grote boosheid over het feit dat ze net zoveel belasting betalen als ieder ander, maar er uiteindelijk half zoveel profijt van hebben. De politie zien ze alleen op vrijdag bij de alcoholcontrole. De gemiddelde aanrijdtijd van een politieauto is 3 kwartier tot langer. Dus ik was 2 weken geleden met een journalist van de Tubantia, dat is de regionale krant, was ik daar aan de grens voor een kleine reportage over dit boek. En toen ging ik naar een van de douaniershuizen die daar pal op de grens staat, net in Duitsland. En er woonde daar een man, die heb ik ooit gevraagd waar die grenssteen gebleven was. Het stond ooit een hele grote Bentheimer grenssteen, grijs, helemaal verweerd, ergens uit de 16e eeuw, met de namen van de twee koninkrijken aan weerszijden. En die grenssteen was verdwenen, dus ik vroeg die man die daar woont, ik zei, waar is die grenssteen? Ik zei, je weet het wel, hè, waar die staat. Hij zei, ja, het zou kunnen, maar nee, ik weet eigenlijk niet waar die staat. En nu ging ik weer naar hem toe met die journalist en ik zei, waar is nou die grenssteen? Zeg het nou. En zei, als ik dat zeg, dan staat morgen mijn huis in brand. En er is dus echt een wetteloosheid die mensen ertoe brengt om inderdaad, dat zijn ook de mores van de grensstreek, horen, zien en zwijgen. Je zegt niks. Ja.
Je moet echt je mond houden. Ik zag je dat bij Paul en Witteman, zeiden wij vroeger, maar die is Paul, afgevallen. Nee, alleen Paul. Ja. Daar zei je, daar formuleer je door, de wet speelt een afnemende rol in dit gebied. Ja. Het is een behoorlijk criminogene zone, noemen wij dat tegenwoordig. Het opmerkelijk ook dat in de Nederlandse literatuur wordt het opgemerkt. Want Van Dis schreef met die titel In het buitengebied ook een aantal verhalen waarin dat element sterk aanwezig is. De mogelijkheid van misdaad. Ja, maar dat is dus heel eigenaardig, want het wordt georganiseerd vanuit het centrum. Maar het centrum heeft niet echt een notie van de periferie. De periferie wel van het centrum. Ja. En alles is komen te liggen. We hebben een minister gehad, die heeft een nieuwe politieorde ontwikkeld, de nationale politie. En alle aandacht van die nationale politie is gericht op het Westen. En het is echt een heel groot vergeten gebied. Hm. En dat is op zich voor mij voordelig, omdat het is materiaal. Je boeven en schrijvers hebben daar materiaal. Ik kan daar leven. Ik vind het interessant natuurlijk om daar naar te kijken hoe dat in zijn werk gaat. En om met de lui te praten. Ik heb helaas niet bij me. Ik heb hem wel in mijn kluis liggen op de. Maar ik kwam er vandaan met een pistool. Ja? Ik heb hem meegenomen voor een rubriek in de Morgen. Werd ik geïnterviewd. Of mijn 5 favoriete voorwerpen had ik het pistool meegebracht. Maar dat heb ik gekregen daar van een man, die ook autohandelaar is. Ja. Maar binnenkort in de Morgen dus, mijn pistool. Okay, lezen ze mee daar in die krimpregio? Ik hoop heel erg van niet. Van jou niet. Nemen ze het misschien wel aan. Ik bedoel, Van Dis, dat is een vreemde, zoals een vreemde, ze daar zeggen. Van Dis is een vreemde. Trouwens, ook in mijn campusdialect is een vreemde een vreemde. Ja. We feel alike. Ja, 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 ja. maar nemen ze het van jou aan omdat je toch vandaar bent? Lezen ze daarom misschien meer mee, maar je hoopt dat ze het niet doen? Nou, ik schaam me een beetje voor. Schaamte is misschien een te groot woord, maar ik heb het idee dat ik een vrij realistisch portret heb getekend van dat gebied en dan vooral de mensen aan de rand van dat gebied. En dat is niet altijd even voordelig. Niet iedereen komt even voordelig uit dan. Terwijl ik niet een meedogenloze afrekening heb gemaakt. Mensen zijn wel herkenbaar. En dat kon niet anders, want ze zijn echt te mooi om te laten liggen. Dus als je daar komt, dan denk je, oh mijn hemel, dat jij bestaat. Je bent een geboren romanpersonage. Wist je dat? Dat vind ik dus niet heel, heel mooi van mezelf. Nee. Je draagt het boek op aan je vader. Er was honorair Kozak, is opgedragen aan je moeder. Die me smaak voor de wereld gaf, heet het daar. Het is opgedragen aan je vader dit keer, omdat hij een natte eter is. Omdat hij je een afkeer voor nat eten gaf of zo? Ik bedoel, hoe moet ik me dat invullen? Van waar? Nee, mijn vader is. De context van dat die natte eter is dat wij met z'n tweeën achter. Mijn moeder verdween toen ik 11 was. En ze ging met een andere man mee die ze op een sleutelavond had ontmoet. En. Ze nam alles mee, alle huisraad, de kippen, de kinderen, alles. En ik vond het een oneerlijke verdeling. Ik heb mezelf toen herverdeeld, ben bij mijn vader blijven wonen. Waar ze allebei tegen waren, dus ik belandde in een soort wetteloos vacuüm. Mm-hmm. En die heel lang heeft geduurd, tot ik bij hem wegging eigenlijk. Pas werd de wet pas weer werkzaam. Maar we hebben heel veel lol gehad en een soort vrolijke wanhoop beleefd met z'n tweeën. Hij wist niet wat hij met die zoon aan moest en ik wist niet wat ik met een vader aan moest die niet wist wat hij met een zoon aan moest. En dat heeft geduurd van je 11 tot je bij dat 16e, culturele gezin terecht kwam. Ja, toen 16e. En dat was een interessante tijd waarin hij zichzelf ook moest leren koken. Hij wist niet hoe hij dat moest doen. Hij had geen idee.
Hij heeft zichzelf 5 basismaaltijden geleerd, allemaal met aardappel. Het is ongelooflijk wat je allemaal met aardappel kunt doen. Stampen, frituren, pureren, koken, bakken, alles, alles. Maar het is 5 dingen, allemaal met aardappel, maar het meest gestampt. Dus de stampotten, dat aten we bijna altijd met rookworst van Unox. En daarbij een jusje, de Wieringa's wondersjus. En dat betekent dat je een stukje vlees aanbraadt, het naar de zijkant, dit is belangrijk, aan de zijkant van de pan schuift, een uitje aanbraadt, en dan, of een uitje fruit, afblust met water, een beetje ketchup, een beetje mosterd en een scheutje halvamel. En dan Wieringa's wondersjus. Oké. Okay. Lijkt me enigszins gedateerd in onze dieettijden. Dat is een cultuurgoed. Maar wij aten dat dus alle dagen. En als we dan met z'n tweeën kerst vierden bij het AC-restaurant in Holte bijvoorbeeld, wat nu een Laplace-restaurant is, maar dan vroeg hij, terwijl er al een enorme kom jus op tafel stond, vroeg hij om nog een kommetje, want wij zijn natte eters. En daar komt het dus vandaan. Dat wij samen zijn dus natte eters. En dat draag ik ook uit. Ja. Ja. Maar dus die relatie van jou en die driehoek, jou, ja, je vader en je moeders, zit op een bepaalde manier in dit boek. Hopelijk is het voor jou iets beter afgelopen dan voor de hoofdpersoon hier. Want die ziet zijn moeder in geen jaren, is nog op zoek naar haar enzovoort. En vergeet af te rekenen met haar. Ja. Ja. Want zijn eer heet trouw, unser eer heißt treu. Hij verkoopt SS-dolken en op een gegeven moment begrijpt hij dat hij in gotisch schrift getekende letters unser eer heißt treu, dat op elke SS-dolk staat, dat voor hem dus ook opgaat. Hij is vergeten af te rekenen. Ja. Op de voorstelling van het boek in Amsterdam werd het je meest persoonlijke boek genoemd. Ga je daarmee akkoord? Want Joe Speedboat is ook behoorlijk persoonlijk, denk ik. Misschien directer je eigen leven navertellend. Ja, dit is wel schatplichtig aan de werkelijkheid in die zin. Ja, ik heb de eer die jaren met mijn vader genomen als uitgangspunt. Die heb ik vrij realistisch beschreven. En eigenlijk precies zoals het was. En voor zover ik me kan herinneren, want het is echt een echt. Ik heb gemerkt in dit boek hoe onbetrouwbaar de herinnering is. En daar heb ik het leven van Paul Kruse bij aangeknoopt. Dus daar kun je de lasnaad zien. Vanaf zijn 16e wordt het Paul Kruse, maar die eerste jaren zijn van mij. Hmm. Het is ook opgedragen aan een tweede iemand, niet alleen je vader, maar een Marinus. En dat is de man die je de inspiratie gegeven heeft voor het, naast Paul, heb je het personage, zijn vriend, Hedwige Scheerdink. Die man heeft je daartoe geïnspireerd, denk ik. Ja, dat is een hele bijzondere man geweest. Kijk, iedereen is intussen dood daar in die buurt. Dus ik heb eigenlijk niemand meer waar ik naartoe kan in die buurt. Dus als ik er naartoe ging om research te doen de laatste paar jaar. Dan en de Chinezen zijn vertrokken. Hè? De Chinezen, nee, die zijn er nog hoor. Maar dan zat ik in een hotel. Want wat heel onnatuurlijk voelt, de buurt waar je vandaan komt, in een hotel te moeten gaan zitten. Dus dan ben je definitief een buitenstaander geworden. Maar Marinus was een man die kwam op een zeker moment bij ons op het erf wonen. Bij mijn vader en mij. We hadden een directieketen voor hem gekocht. Een houten directieketen in elkaar getimmerd en daar ging hij in wonen. Marinus was een hoogbegaafd technicus. Hij was cum laude afgestudeerd aan de HTS, de Hogere Technische School in Enschede. Is toen in Afrika geweest, lange tijd, en is toen in Twente teruggekomen, op het pad van de spiritualiteit geraakt en ging auto's verhandelen. Daar was hij heel goed in. En hij kon alles maken. En hij werd ook, ik zal dit proberen samen te vatten. Dat begint niet goed. Nee, maar het punt is dat Dat is complex, omdat hij in deze man, die dus bij ons op het erf kwam wonen, had een soort spirituele zoeker en een hoogbegaafd technicus hadden een soort verbond gesloten. En ik bleef altijd bij hem komen, ik bleef mijn auto's bij hem in onderhoud houden. Autofilosoof noem je hem. De autofilosoof, ja. En hij was fantastisch en hij lokte altijd en overal verhalen voor me uit, want hij wist dat ik met een boek bezig was.
dat ik ooit een boek daarover wilde schrijven. Dus hij lokte, waar we kwamen, lokte die verhalen voor me uit. Dan zei hij, dit is een vriend van mij, hij is schrijver en hij wil alles weten. En dan ging hij provoceren en dan kreeg ik de meest fantastische dingen te horen. En ik heb dus aan hem heel veel gehad voor het boek. Maar wat ik niet wist, is dat hij voor het einde ook een enorme betekenis zou hebben. Want hij is 3 jaar geleden overvallen in zijn woning. Door een heel grof, met heel veel geweld. Ze hebben hem het bovengebit in de mond gebroken. Daarna begon de paranoia. Iedereen kon het gedaan hebben. Bulgaren met wie die auto's verhandelden. Een man uit het dorp aan wie hij al eens een paar duizend euro had geleend en nooit had teruggekregen. Dus alles kon waar zijn. En daar heb ik de kracht van de paranoia gezien. Ja. En niet lang daarna werd hij dood in zijn bed gevonden met een enorme plas bloed eronder. Wat heel veel mensen een vermoeden heeft gegeven over een gewelddadige dood. Maar wat niet werd Zo gemakkelijk is het dus een plot bedenken van een boek. Nee, maar het is echt waar. Maar ik had hem dus zowel... Bij leven was hij aanleiding voor een heleboel van de verhaallijnen in het boek. En in de dood bleek hij van belang voor het plot van het boek. Ja. Dus ik heb het hele boek heb ik min of meer aan hem te danken. Ja. Tenminste, een groot deel daarvan. Ja. We zitten dan inderdaad al een eind verder. Ik ga toch een paar plotlijnen terug. Dus we hebben die Paul Kruse, die wapens verhandelt, militaria, DDR-materiaal. Daar schrijf je heel mooi over. Je bent vast daar in dat sperrgebied gaan rondlopen waar arme luizen alles willen verkopen, waar je nog maar naar kijkt, zonder het aan te raken. Ja? Elk antwoord zou je teleurstellen, maar... Ja? Dus ja, ik ben er geweest. Nee, ik ben er niet geweest. Nee? Ik ben er niet geweest. Oh. Jawel hoor. Nee. Nee. Gaan we een Charlotte Butsaarsje doen? Nee. Ben je trouw aan je boek en zeg je dat je er geweest bent? Nee, ik ben er niet geweest. Nee. Maar ik ben er natuurlijk wel heel vaak geweest. Ik bedenk een andere vraag. Ja, precies. Die Paul, je heeft... Mijn vader die heeft heel veel gehandeld met... kort nadat de muur gevallen was, is hij heel veel naar Duitsland gereden, naar Oost-Duitsland gereden. En heeft daar zijn eerste antiek gekocht en leren verhandelen. Nu heeft hij nog steeds een winkel. Nu, ik hoop dat je in Thailand geweest bent. Want Thailand komt in het verhaal. Paul heeft geen vaste relatie. Hij heeft wel eens een hoertje in huis gehad. Dat vond hij maar niks. En de eerste hoer versperde de weg voor de tweede hoer, schrijf je. Hè? Dat wou hij niet opnieuw, dat scenario. Hij komt wel eens een oud vriendinnetje tegen, maar hij heeft hij wil zich niet meer binden. Dat soort man. Ja. En dus hij heeft een soort... daar komt dan, want de heilige Rita is een mineur personage, maar krijgt wel de titel. Ja. Ja, zo'n titel kun je niet laten lopen. Maar de heilige Rita, dat is de patrones van de hopeloze gevallen. Maar jullie zeggen het anders. Jullie zeggen van de verloren zaken, geloof ik, hè? Dat is Antonius bij mij weten, maar ik vergeet die dingen wel. Nee, Antonius ook, maar de Hoe, wat denkt u? Zijn er priesters in de zaal? Nee, maar hoe dan ook, bij ons is ze de patrones van de hopeloze gevallen. En ik vond dat ze daarmee echt uiterst geschikt was voor de figuren die ik in maar het dus boek goed, deze Paul heeft in haar, vindt hij, genoeg seksuele bevrediging, emotionele bevrediging. Maar in feite regelt hij dat anders, bijvoorbeeld door met zijn vriend naar Thailand te gaan. Je beschrijft de massages die daar gebeuren. Hè. Ik heb citaten daarover hoor, maar... Mensen vinden ze wel in het boek. Ja. Dat heb je wel eens gaan met een beurs van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Neem ik aan dat je eens naar Thailand geweest bent. Nee. Nee, gewoon... Ik had net 2 kinderen en die kinderen die waren volstrekt op hun moeder gericht. En ik liep in het kielzog van dat gezin waar ik niet bij hoorde. En had dus alle tijd om me heen te kijken, want... Ik dacht echt, ik kan net zo goed naar huis gaan. Dat is heel hinderlijk, de eerste jaren van het vaderschap, waarin je eigenlijk geen een soort kloot met vingers bent en geen rol vervult. Dat was de situatie. Ja. Daarom, zo was ik in Thailand en niet anders. Oké, maar dus
van de plot moeten we misschien toch meegeven. Je hebt die twee figuren, twee vrienden, vereenzaamd, alleen op het platteland, niet veel te doen. En dan, er moet iets gebeuren in een roman, nietwaar? Een Rus, denk ik dat het is, stort met een vliegtuigje naar beneden in hun maïsveld. Hè? Want die komt van Moskou? Hij komt bij een plaatsje 200 kilometer onder Kiev vandaan. Dan stijgt hij op in een klein vliegtuig, de Kukuruznik. Dat komt van het Russische woord voor mais. Dus dat is een sproeivliegtuig. En het is de Polikarpov. En de Polikarpov, dat is een toestelletje dat is in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om boven Duitse kampementen bommen af te werpen. En hij werd gevlogen door vrouwen, ze worden wel de Night Witches genoemd, ja niet in het Russisch, maar... En die vrouwen die gooiden dus echt zo vanuit, die pakten dus een bom en die lieten hem zo vallen op die Russische kampementen. En dat waren dus de heldinnen van... Van het Sovjet-imperium. En die vliegtuigen deden later dienst als sproeivliegtuig. En deze man die chemicaliën vernevelt boven de velden in Oekraïne, ooit de rijkste oogsten ter wereld gaven die velden, die droomt van een ander bestaan en die droomt van een vlucht. En ik heb eigenlijk de vlucht omgedraaid die Matthias Roest maakte. Tegen 89 aan zo ergens. Ja. Die vloog vanuit Duitsland naar het Kremlin toe. Onder de radar doorvloog hij tot op het Rode Plein. En dat was de eerste keer dat we in de Koude Oorlog dachten, misschien valt het toch wel mee met de suprematie van dat Sovjet-imperium. Ja. Ik heb die man even gegoogeld, dat is een roman op zich, hè. Daar is het vreselijk slecht mee afgelopen. Ja, heel slecht, ja. Hij heeft van doodslag beschuldigd, hij heeft dus vastgezet door het stelen van een Kashmiren trui. Ja. En nog wat andere gerommel. Maar hij was natuurlijk al roekeloos, om dat te doen. Maar ik heb dat omgedraaid en ik heb iemand laten vluchten naar... Hij wil eigenlijk naar Denemarken, deze Anton Rubin. Maar zijn boordkompas is stuk. Dus heeft hij zijn oude legerkompas en dat rolt na een uur of 10 in zijn hand gehouden te hebben, rolt dat weg onder zijn stoel. En hij kan er niet meer bij. En om erbij te kunnen zou hij eigenlijk zijn toestel aan de grond moeten zetten. Maar hij weet nog niet precies waar hij is, of hij al de DDR voorbij is. Dus hij kan niet landen. Dus dan vliegt hij op goed geluk verder en... stort dan niet neer in uiteindelijk in Denemarken, maar in Marienheim. Ja. En dat heeft grote gevolgen voor het verhaal, want de moeder ziet het wel zitten. Die Rus overleeft het, wordt afgeleverd op de boerderij en hij verdwijnt met de moeder. De moeder verdwijnt vooral met hem, heb ik de indruk. Ja. Maar zeg eerst nog eens, wat heb je eigenlijk met vliegtuigjes? Want die donderen niet zomaar in de plot... Ja, vliegtuigjes, er is niks leukers dan vliegtuigjes. Het is heel leuk om over vliegen te schrijven. Ja? Ja, ik zal kijken of ik het heb meteen paraat. Maar het is over vliegen schrijven geeft een soort geluk. Ik heb het allemaal. Ik heb ook voor Joe Speedboat leren vliegen in Zuid-Bohemen. Want vliegen is heel duur. Het is echt heel duur. Voor elke touch and go die je doet, dat betekent dat je aankomt vliegen, dan raak je even met de wielen de landingsbaan aan en dan moet je weer opstijgen. Want opstijgen is niet zo moeilijk, dat kan bijna iedereen wel, maar neerkomen, dat is de grap. En dat moet je dus heel vaak oefenen. Dus je moet dan aankomen vliegen, startbaan raken en weer opstijgen en dan eindeloos in een eindeloze loop. Maar voor elke touch and go, zoals het heet, betaal je in Nederland 100 euro. Dus dat is heel duur. Dus we hadden een startbaan gehuurd in Tsjechië. En daar kon je vliegen zoveel je wilde. En daar hadden we heel veel lol. En daar heb ik dus leren vliegen, ja. En toen heb ik iemand gezocht voor Joe Speedboat ook, die zelf een vliegtuigje had gebouwd. En dat was Joost Konijn. En Joost Konijn heeft een van de vind ik, meest bijzondere boeken geschreven die in lange tijd zijn verschenen in het Nederlands. Piloot van goed en kwaad. Want die is in zijn zelfgebouwde toestel gevlogen. Dat had hij gebouwd als eindexamenwerkstuk voor de Rietveld Academie. Daar is hij mee neergestort. Daarna heeft hij nog één gebouwd. En met dat toestel is hij gevlogen naar Algeciras. Daarover gestoken naar Tanger.
van Tanger naar Mauritanië en toen helemaal het continent overgestoken naar Kenia. Dwars over het bellengebied, over waarbij je niet meer weet wat boven is en wat onder. Hm. En je hebt in wel eens meegevlogen, maar niet daar. Nee, ik durfde. Hij heeft me wel gevraagd of ik mee wilde, maar ja. ik durfde ja. niet. Ga je een stukje lezen over vliegen? Is ja, dat is misschien wel leuk. Ja? Ja, dan moet ik het wel zoeken, want het boek is nog vrij nieuw, dus ik weet nog niet waar alles staat. Ja, hier. Nee, daar. Ja, dat is best ingewikkeld. Ja, hier. Hier is het capitol. Ik zal een kort stukje lezen. Zijn naam was Anton Rubin en hij was uit het Rijk van het Kwaad ontsnapt in een sproeivliegtuigje. Onder bleke linten van sterren was hij over slapende kazernes en dommelend geschut gevlogen. Hij vloog op 400-500 voet, laag genoeg om onder de radar te blijven. Grazende reeën hadden misschien even opgekeken, vossen hadden hun gesnuffel gestaakt en geluisterd naar het gebrom boven hun hoofd. Misschien had zelfs een grenswachter een wenkbrauw opgetrokken, maar de alarmhoorns zwegen. Nog meer dan de mix die plotseling naast hem konden opduiken, vreesde Anton Rubin de zwarte contouren van heuvels die voor hem opdoemden in het licht van de maan. Dan vluchtte hij naar 800-900 voet, zoveel als nodig was om ze te ontwijken. Waren er geen heuvels, dan spande hij zijn ogen in om kerncentrales en hoogspanningsmasten te ontwaren in het donker. Koste wat kost, moest hij voorkomen een ongeïdentificeerd object op een radarscherm te worden, dat speels door een mig uit de lucht kon worden gekegeld. Vrijwel blind vloog Rubin door de nacht met slechts een paar boordinstrumenten tot zijn beschikking. Bij een zwak lichtje las hij de snelheidsmeter, de hoogtemeter en de bochtaanwijzer af. Omdat het kompas op het instrumentenpaneel het begeven had, las hij de noordwestelijke koers af op het legerkompas in zijn hand. Oh, wat had hij graag een kunstmatige horizon tot zijn beschikking gehad. Maar zo'n instrument was duur en moeilijk te krijgen. Met een kunstmatige horizon had hij zich ervan kunnen vergewissen wat boven en onder was. Want de sporadische lichtjes op het aardoppervlak vloeiden zonder onderscheid over in de sterrenhemel, zodat hij even goed op zijn kop kon vliegen. Daarom dat hij op een heldere nacht had gewacht, waarin de maan zijn baken was. Ook al was het door de afwezigheid van thermiek een rustige vlucht door het donker en sneed het toestel door de gladde lucht, Rubin was één groot overspannen zintuig, beducht voor elke motorische onregelmatigheid. Een cilinder die oversloeg of de benzinetoevoer die even stokte, indicatoren van mogelijk onheil. Hij kon aan de olie ruiken of hij de motor te heet stookte. De geur van verbrande olie herkende hij uit duizenden. Bij het oplichten van een raam in het donker onder zich veerde hij op. Er was leven daar, een medemens. Wat een teken was een lichtje op aarde voor iemand die alleen door de onmetelijke hemel zwierf. Zijn ogen brandden van het spieden in het donker. Hij worstelde met de slaap en sloeg zichzelf in het gezicht om wakker te blijven. Hij sprak brieven uit aan zijn moeder, zijn zusters, zijn vrienden. Een hoopvol snoer van woorden in het duister dat hem omsloot als de diepte van de oceaan. Uur na uur vloog hij over bossen, heuvels en rivieren. Zijn lichaam door brandstoftanks omringd, die genoeg benzine bevatten om hem van zijn dorp Zagublene helemaal tot in Denemarken te brengen. In Denemarken, had hij gehoord, bestonden er mensenrechten en waren de vrouwen van boter en honing. Maar mensenrechten kun je niet zien. Die staan onzichtbaar boven de poorten van de instituties geschreven. De vrouwen daarentegen stapten op hoge benen door zijn hoofd en verdreven de slaap voor een tijdje. Over het scherm van de nacht paradeerden ze voor hem uit met brede heupen en ronde dijen, uitvloeiend naar de smalle enkeltjes die door Anton Rubin gekust wilden worden. Anton, riepen de vrouwen. Anton, waar ben je? We wachten al zo lang. Waar blijf je nou? Ja. Goed, maar dat zoiets als gladde lucht, het toestel sneed door de gladde lucht, dat is gaaf, want lucht heeft allerlei verschillende verschijningsvormen voor de piloot. Dus gladde lucht, dat zijn leuke dingen. Ja. Ja.
deze man stort neer, hè, uit de gladde lucht. En dan het verhaal dat hij met de moeder weggaat, de vader en de zoon blijven achter. En dan is er eigenlijk de volgende gebeurtenis, want als ik Salter nog even mag citeren. Ga door met het verhaal, alsjeblieft. Hè. Het vervolg van het verhaal te kennen is de motor van de literatuur. Ja. Zo plotbewust ben je toch ook. Ik bedoel, je bent niet... Je boeken zijn niet plot-driven, maar mensen moeten het blad wel omdraaien, denk ik. Hè? Ja, natuurlijk. Nee, en dat kan met heel weinig middelen. Dat alleen al een goede slotzin die je nieuwsgierig maakt. Ja, dat hoeft niet eens de belofte van spektakel te zijn, maar de belofte van een vervolg is al genoeg. Ja. Hier is het vervolg dan. Ja, Paul zit een beetje met die... Vriendin die terug, de oude schoolvriendin die terug opgesnort, in de apotheek heeft hij haar ontmoet. En dan krijgt hij 's nachts een telefoon en zijn vriend is bestolen. Overvallen. Overvallen. En daar moet hij naartoe. En dan komt het verhaal van de verdenking, de paranoia sluipt dan echt in het boek. Met die paranoia heb je een heel modern verschijnsel, denk ik. Dan zitten we niet meer in de provincie, maar dan zijn we in de problematiek van de Randstad beland eigenlijk. Ja. Waar de paranoia misschien ook heel erg is. Paranoia, het heeft alles te maken met de ander, ja, en de bedreiging die de ander vormt. En hier is het vooral een Rus die opduikt in het dorp en die hem natuurlijk herinnert aan de Rus die zijn moeder heeft meegekaapt. De Rus, toen de vijand, toen en nu en altijd. Dus daar dat past heel goed in dit Poetin-troll-tijdperk. Ja. Wat een toeval was, want toen ik het bedacht was dat nog helemaal niet zo aan de orde. Maar het paste wonderwel. Dus deze jongen, deze man, die heeft als soldaat... We hadden een basis in Zeedorf. Hè? Er waren Nederlandse soldaten gestationeerd om de Rus tegen te houden in de Koude Oorlog. En toen kroop hij met zwarte lijnen op, met zwart spul op zijn gezicht, kroop hij door een bos, bang voor de Russen. En nu is hij nog steeds bang voor de Russen en beveiligt hij zijn huis. Maar de beveiliging wordt verricht door een Pool die dienst aanbiedt. Ja. Het wemelt daar van de Oost-Europeanen. Ja. Russen, Chinezen, Chinezen zijn weliswaar geen Oost-Europeanen, maar Russen, Chinezen, Roemenen, Polen, Bulgaren. Ja. Al die volkeren die je vroeger alleen uit de bosatlas kende, schrijf je. Nu, die Chinezen gaan dan uiteindelijk weg uit het dorp en daar... dat is vrij uitgebreid in het boek. Die worden dan gemist, hè? Want Paul was ook gaan geloven dat die Chinezen echt van Mariënvenen een deel geworden waren. Dat zij ook van dat dorp gaan houden waren. Ja. En daar schrijf je dan bij, erger dan de barbaren die kwamen, waren de barbaren die weer vertrokken. Ja. Een subtiele manier om deel te nemen aan het nationale debat? Over nou ja, je ziet het heel vaak gebeuren. Ja. Je ziet dat er zijn in Nederland rellen geweest en een hele onaangename, onverkwikkelijke toestanden rondom de opening van asielzoekerscentra, meestal in kleine plaatsjes, wat sowieso niet het handigst is. Maar nog voordat ze kwamen was er al geweldig veel rumoer en opstand en... Dat heeft echt had een hele ontwrichtende werking. Maar je ziet toch over het algemeen dat als zo'n asielzoekerscentrum daar eenmaal gevestigd is, dan willen ze niet meer kwijt. En dan zie je dezelfde mensen nadenken. Nee, het zijn niet dezelfde mensen, maar die staan er met spandoeken van we willen onze asielzoekers houden. Omdat de angst gaat natuurlijk over het idee, maar uiteindelijk als je tegenover een mens zit, dan wordt dat weer teruggebracht naar dat formaat, de menselijke maat. En dan denk je, ach, als je zo'n mevrouw ziet die leert fietsen, wat zou je bang zijn. Dus ja, dat vind ik wel een mooi verschijnsel. Ja, dat erger dan de barbaren die kwamen, waren de barbaren die weer vertrokken. Want dat levert een gevoel van verlies op, van onherroepelijk verlies. Want nu ben je teruggeworpen op jezelf. En wat er is ook iets aan als er met nieuwkomers, blijkbaar hebben ze iets te zoeken. Wat je ook een gevoel van uitverkorenheid kan geven. Van ja, wij zijn toch wel te gek dat die mensen helemaal naar hier komen. Het is ook gek, hè? Chinezen die helemaal... Ja,
Nou ja, dat heb ik gezien in Geesteren, waar ik dan vandaan kom. Dat de eerste Chinezen die kwamen en hoe het er gaandeweg steeds meer werden. En hoe ze op één café na de hele horeca hebben overgenomen. En hoe die hoe er weliswaar contact is, maar het contact blijft uiteindelijk transactioneel van aard. En ze glijden langs elkaar heen als vissen. En het raakt elkaar nergens werkelijk. En er worden geen diepe vriendschapsbanden aangeknoopt, geen huwelijken gesloten. Dus al die Chinese restaurants zijn allemaal splinters van die Chinese diaspora. Ja. Maar dat is wel mooi om te zien, hoor. Hmm. Nu, die Chinezen gaan weg, maar de plek wordt leger en leger. De vriend wordt vermoord, hebben we al prijsgegeven in de loop van het gesprek. Dus, mogelijk. Mogelijk. De vader belandt in het ziekenhuis, dus onze Paul zit daar eigenlijk alleen. De leegte in huis blies haar koude adem in zijn nek, zoals ze dat ook gedaan had toen zijn moeder was vertrokken, schrijf je. In haar schoot was hij geweven, maar ze had hem als een weeffout beschouwd. Met enige herhaling komt die moeder weer opdoemen. Ik zat daar toch te denken of die dat verlaten worden niet de echte motor is van dit boek. Mm. Zeker is het dat, denk ik. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het is een man die in een aantal opzichten een achtergeblevene. In nationaal opzicht. Hij woont in die Krimpregio. En vooral ook door zijn moeder, inderdaad, die niet naar hem omkijkt. En terwijl die aan haar been hangt en zegt: ik wil bij jou blijven. En zegt ze: ja, maar je vader heeft je nodig. Waarmee ze deze twee mensen eigenlijk tot elkaar veroordeelt. En hij blijft 50 jaar lang in datzelfde huis bij zijn vader wonen. En daarvan is dit boek ook wel een beetje het verslag. Ja. Wat gebeurt er als een kind het ouderlijk huis niet verlaat? Wat gebeurt er met een mens die in zekere zin altijd kind blijft? En niet, zoals Genesis zegt, zijn eigen vlees aankleeft. Dat heeft iets onvoorstelbaar treurigs. Ja. Genesis, ook Matthäus bijvoorbeeld komt in het boek. Je hebt een vrij complexloze, maar toch diepe relatie met religie. Ja, complexloos, dat klopt. Ja, ik heb er geen hinder van. Ja, ik pluk alleen maar de vruchten van dat. Ik ben echt een cultuurchristen. Ik heb er alleen maar lol van. En ik kan ook mijn werk verrichten in die gastenverblijven van die laatste kloosters die nog bestaan. Dus ik heb heus wel een opvatting over de inquisitie. Maar intussen ben ik heel blij dat die gastenverblijven gewoon nog open zijn bij vooral de Dominicanen. Dat waren de heftigste inquisiteurs. Maar intussen zijn het hele vriendelijke oude heren in een dovend licht. Ja. Ja, ik zou een voorkeur hebben voor trappisten, maar... Trappisten ook, ja, die zijn ook te gek, maar die zijn weer heel anders. Ja. En die zijn ook niet zo intellectueel geïnteresseerd. Dominicanen heel erg. Trappisten zijn echt harde jongens, arbeiders van God zijn dat. Die ook de tijd dat het trappistendom tot grote bloei kwam, was een heel hardvochtig. Mannen mochten geen vriendschapsbanden met elkaar aanknopen, mochten niet eens met elkaar praten, alleen maar werken en niet eens een stukje vlees. Het was echt, ze stierven gemiddeld zo rond de 243. Echt afschuwelijk. Dat klooster La Trappe, ja, La Trappe was een beroemde klooster. Dat is echt een... hebben die mannen zich echt doodgemaakt voor God. Je hebt er wel kijk op statistieken van wanneer mensen sterven en zo. Hè? Het komt ook in het boek voor. Ja. Een alleenstaande man sterft gemiddeld 5 jaar eerder dan een getrouwde man. Ja. Eenzaamheid was even schadelijk als roken of excessief drinken. Wie alleen leeft aan de rand van de wereld sterft een eenzame, ellendige dood. Die statistieken kloppen, dat heb je... Ja, dat klopt. Maar het mooie is, als je heel lang over een boek doet en je blijft intussen de krant lezen, dan zijn er altijd data die je kunt gebruiken. Dus het zijn allemaal uitkomsten van onderzoekjes die ik verder niet bestudeerd heb, maar de uitkomst kan ik heel goed gebruiken. Ja. Dus ondertussen stonden in die kranten ook Buma, de man van
christendemocraten in Nederland, die de strijd tegen de eenzaamheid begonnen is, want dat is het grote maatschappelijke probleem. Is eenzaamheid een politiek probleem, denk je? Moeten ze zich daarmee gaan bemoeien, met andere woorden? Dat is een interessante vraag, ja. Kun je de eenzaamheid politiseren? Ja, uiteindelijk wel. Tuurlijk kan dat. Je kunt een belangengroep... Ja, nee, zeker kan dat. Maar ik denk niet dat het heel hoog op de politieke agenda staat nog. Want, maar goed, Buma is wel de man van de regio. Die is wel de man in het dorp waar ik vandaan kom. Daar werd al 100 jaar op zijn partij gestemd en de voorlopers daarvan. Dus het verlies van zo'n sociale cohesie, want daar gaat het ook over. Dat is wel een van hun thema's, ja. Wat op zich een prima idee is. Ja, dus uiteindelijk klopt dat wel, ja. Oké. De zaal mag ook vragen stellen, voor mijn part. Ja, we hebben dus ingecalculeerd dat jullie dat niet durven. Daar hadden we het over. En we hebben 3 vragen, zeggen ze. En maar niemand durft eigenlijk. Dus we hoeven het ook niet te doen. Ik wil u niet dwingen. U bent vrij. Dus, is er nou, iemand die van als die niemand vrijheid wil, dan gebruik ga ik gewoon. Maakt? Nee, niemand? Achteraf niet komen klagen, hè? ik ga een domme vraag stellen, Tommy, maar altijd gewapend met Solter, hè, het mag van hem. Ja, weet je dat dat ik bij Solter ben geweest, hè? Ah, nee. Ik heb hem kennen jullie Solter? Kennen Solter mee? Ja, dat is echt, ja, wie het niet kent, moet het. Het is hier vast leverbaar of anders bestelbaar. Maar James Solter, dat is toch wel het allerbeste wat we zo'n beetje kunnen lezen. En ik ben naar hem toegegaan vlak voordat zijn laatste roman Alles wat is verscheen. Omdat ik dacht, ik wil niet in een tijd geleefd hebben met deze schrijver en hem nooit de hand gedrukt hebben. Dat had ik niet kunnen verdragen. Ik dacht, ga ik er gewoon naartoe. Dus toen ben ik voor de Volkskrant naar hem toegegaan met als aanleiding dat boek. Maar ik wilde gewoon hallo James zeggen. Hallo. En... toen ben ik naar hem toegegaan op Long Island, naar een klein stationnetje. En ik was zenuwachtig als een meisje. Ik dacht, ik ga James Solter ontmoeten. En toen kwam hij het perronnetje oplopen op witte gympies. Sindsdien. En beneden stond een oude Mercedes, zoals mijn Mercedes. En toen kwamen we binnen in zijn huis en toen zei hij tegen zijn vrouw, we zijn al vrienden, we hebben dezelfde auto. En... toen ben ik een hele dag met hem opgetrokken en dat was echt een van de gelukkigste dagen van mijn leven. En waarom ook, hij was een verleider, of je nou man of vrouw was, dat. Maar ik vroeg hem aan het eind, ik zei, en beschouw je, heb je geluk? Vind je zelf dat je geluk hebt? Want dat was naar aanleiding van... Napoleon, die op een gegeven moment zo'n groot leger had, dat hij, nou, dat verhaaltje ken je, hè, dat hij zo'n groot leger had dat hij niet meer iedereen zelf kon bevorderen. Dus hij moest dan zich verlaten op het oordeel van andere officieren. En zijn kernvraag was, heeft hij geluk als soldaat, als officier? Mm. En als het antwoord ja was, dan werd hij bevorderd. En als het antwoord nee was, niet. En ik vroeg hem, dus heb jij geluk? En hij zei, ja, ik heb geluk. And I'm having a little bit of it right now. Ja, en nou, toen is hij ook weer gestorven. Nou, niet langer, nou, is hij van zijn bij een cardio oefening van zijn fietsje gevallen. Ja. 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 Wat mij verplicht tot het stellen van de vraag, heb jij geluk eerst? Heel veel, ja. Ja, nee, heel veel, ja. Tuurlijk. Ja? Tuurlijk, ja. Stel je voor, je kunt in een relatief conflictloze tijd op een conflictloos continent... in vrijheid je werk doen, daar ook nog wat mee verdienen en met iedereen praten en opvattingen hebben waarvoor je niet vervolgd wordt. Nee, ik realiseer me elke dag dat het een enorm geluk is. Ja, dit is echt een ongelooflijk uitzonderingsera in de menselijke geschiedenis, waar mensen zich te weinig bewust van zijn en ook beslist te weinig dankbaar voor zijn. Ja.
Maar lees je de kranten nog? Want iedereen Zeker. Is nu net bezig met het zeggen dat het gevaarlijke tijden zijn. Te boeiende tijden. Ze lezen de krant niet meer omdat het zo gevaarlijk is enzovoort. Ja, dat is allemaal waar. En niet te min. Ja, nee, we hebben het. Ja, goed, maar dat voert er maar. Ja. Oké, maar dan die vraag die ik ging stellen dankzij Solte, want het is de belachelijke vraag. Waarom schrijft iemand? Maar hij zegt, dat is de essentie. Waarom eigenlijk? Hij antwoordt, tja, voor het genoegen. Al is het duidelijk dat het niet zo'n groot genoegen is. Ja, schrijven. Dat is wonderlijk, ja. Om bij anderen in de smaak te vallen. Dat dan? Soms ging dat door mijn hoofd bij het schrijven. Als ik dacht aan bepaalde mensen, maar het zou juister zijn om te zeggen dat ik schreef om door anderen te worden bewonderd. Om door hen te worden liefgehad, te worden geprezen, om bekend te worden. Uiteindelijk is dat de enige reden. Nu jij, Tommy. Dat blijft een Amerikaan. Dus dit is een soort emotioneel materialisme. Dat speelt allemaal mee, maar ik heb toch wel een andere drijfveer, geloof ik. Ik vind schrijven te gek. Ik vind de simpele daad van het schrijven heb ik vanaf mijn allervroegste jeugd. Ik heb niet heel veel vastomlijnde herinneringen, maar de pen op het papier die gedachten overbracht. En eigenlijk na die eerste schrijversjaren is alleen maar schrijven wat je overkomt. En daar komt dan langzaam de verbeelding bij, een keer een verhaaltje of een gedicht. Maar het pure genoegen, genot van pen en papier, daar begint het allemaal mee. En daar eindigt het volgens mij ook weer mee. En bij jou is het nog letterlijk het notitieboekje dat ja, altijd hou, meegaat en het krassen. Ja, ik hou heel erg van het notitieboekje. Ja. Ja. Ja, dus ik hou van ik ben wat dat betreft, ik had laatst een gesprek met de schrijver Alex Bogers. We keken naar Georgina Verbaan, die iets voor, die had ook een boek geschreven. En ze is een Nederlandse actrice. En we keken naar haar kuiten en haar handen en het boek dat ze vasthield. En toen zei hij tegen mij, we hadden het tegelijkertijd over schrijven. Toen zei hij, ja, maar jij bent een gelukkige schrijver. Met iets van een soort misprijzen. Want hij is een ongelukkige, hij lijdt echt. Hij is echt een lijdende schrijver. Wat ik wel bewonder, maar ik kan het niet. Je bent ook een lijdend schrijver, maar met korte eisen. Ja, maar, ja, nee, maar ik kan. Ik hou, weet je wat hij doet? Hij mat zichzelf zo af, heeft hij me wel eens verteld. Dan moet hij dus doorschrijven. En dan gaat hij dus daarna op de rand van de bank liggen voor een hazenslaapje. En duur moment dat hij eraf lazert, omdat hij in slaap valt, gaat hij weer aan het werk. Jezus, dat is fantastisch. Maar dat is echt een soort Shaolin-monnik, ja. Weet je wel. Die Terwijl jij gaat gewoon voluit maffen. Ik ga naar bed. Ja, ik ben je gek geworden, ja. Zeg ik wel. Maar ik ben dus, inderdaad een gelukkige schrijver. Ja. Omdat ik van schrijven houd. Je zit daar te schrijven in Broek in Waterland, voor de mensen die niet kennen, goed 10 kilometer of zo. Ja. Voorbij Amsterdam, toch helemaal buiten die randstad. Ik reed er niet zo lang geleden eens door en ik heb alleen wat mist gezien die uit de grond opstijgt. Zo. Is dat het compromis dat je gevonden hebt tussen dat platteland waar je weg wou, ja. Moest, kon, ja. en toch niet helemaal in die stad? Salter zegt ook, ik wil niet in de stad schrijven. Nee. Oh ja, zegt hij dat? Ja. Ja. Bijzonder, hè? Ja. Nee, ik heb mijn vrouw toen we trouwden, het lijkt een beetje een flauwiteit, maar het is echt waar. Ik vroeg of ze een lang huwelijk wilde of een kort huwelijk. En toen ze lang wou, zei ik, nou dan gaan we wel uit de stad, niet in de stad, want dat is desastreus. Dus dat is gelukt tot nu toe. Ja. Ja. Maar het is mij te dicht bij de stad en het stadse gedoe. Ik heb nog nooit een onderwerp gevonden voor een roman in de stad. Ik ben wat dat betreft, ik zoek wel altijd ruimte en uitzicht. Nee. Dat heb ik in de stad niet. Ik kan die verhalen niet. Ik ging je net vragen, alsjeblieft, Tommy, schrijf ooit een steedse roman. De luttele kleine passussen die in dit boek zitten, hè, vooraan in het boek al. Ja. De vader en de moeder
gaan op huwelijksreis naar Amsterdam. Amsterdam, vader wil na 4 dagen al weg. Ja, maar wat ze op die pagina meemaken, het Leidseplein met een jingle jungle waar de combo, de Latin music speelt. En ze zien zwarten en ze vinden dat vreselijk, wat hebben zwarte mensen. Ja. Doe, dat geeft zo... Ik wil een stadsroman van je lezen. De haven van Amsterdam moet dampende schepen. En ik zie het voor me. Ja, maar dit is in de jaren. Je hebt het nu over de jaren 50. Ja. de enige schepen die we nu in Amsterdam hebben, is af en toe zo'n enorm cruiseschip. Waarvan de motor pas weer aan mag als hij buiten de territoriale wateren is. Omdat dat een soort uitstoot veroorzaakt die de halve stad vergiftigt. Je mag het een beetje terugduwen naar de drooggingsjaren. Nee, het is ingewikkeld. Ja. Maar het is even serieus. Er is aan de stad, wat mij aan die omgevingen bevalt, waar ik tot nu toe mijn romans heb gesitueerd, is dat er weinig prikkels zijn. Dat de computer en het internet en de telefonie speelt weliswaar een rol, maar de mensen die er treft zouden even goed nog in de 19e eeuw kunnen leven. Ik hou van die tijdloosheid. En weet je, in de stad steekt altijd dat zelfbewustzijn van die mensen als een soort reclamebord naar buiten. En daar heb je dan eerst mee te doen. En ik hou van mensen die niet zo vreselijk zelfbewust zijn. Tegelijk had ik grappig genoeg bij dit boek de indruk soms dat je de moderniteit er een beetje opzettelijk bij sleurt. Van dat het niet helemaal in dat achtergelegen gebied blijft. Het zijn mensen maar ook die om te sms'en, laten zien dat het precies de mevrouw die een beetje afgewezen wordt, sms't. Een boodschap als ik laat me niet over mijn grenzen treden of zoiets. Moderner kan het, hoeft het ook niet te worden. Dat heb je er toch een beetje bewust in getrokken. Ja, nee, omdat bij Joe Speedboat heb ik heel bewust alles wat verwees naar mijn eigen tijd eruit gehaald. En zelfs dat boek schreef ik op de overgang tussen gulden en euro, wat heel ingewikkeld is. Dus als je gulden zegt, dan dateer je het meteen. Dus ik heb uiteindelijk bargoens gebruikt, dus een knaak en een duppie. Dat is heel onopvallend, maar daarmee... Bitcoins. Maar dat is... En in dit boek heb ik gewoon willen laten zien dat die telefonie wel degelijk... dat ze allemaal gericht zijn op 4 en 5G. En in Kloosterzand hebben ze 5G. Hier is het niet wat. Maar toch zit ze aan het eind van de lijn omdat de lampen de hele tijd knipperen. Dus het speelt een rol, maar het had net zo goed niet kunnen bestaan. En ik heb het er niet bij met de haren bijgesleept, maar wel willen laten zien dat de technologie... de levens van de mensen niet wezenlijk heeft veranderd. Of verbeterd zelfs. Ja. Ik vind het heel moeilijk. De politie komt nu bijvoorbeeld, doet er veel langer over om te arriveren, terwijl je ze sneller kunt bellen. Dat is hier ook het probleem. Dat geloof ik onmiddellijk. Dat is niet alleen in de provincie zo. Ik vind het heel moeilijk om afscheid te nemen van het universum van je nieuwe boek, Tommy, maar het moet. Ook om je de gelegenheid te geven om uit een eerder boek iets te lezen wat ik graag zou horen. En de mensen ook, hoop ik. Want je bent een vertrouweling van het huis, Passaporta. Je was hier al te gast. Je was in Villa, hoe heet ze? Jij was er in het Pajottenland. Ja. En daar heb je toen een stukje over geschreven dat ik zeer de moeite waard vind. En koekjes. Laten we het even lezen. Ja, daar was ik dus voor Passaporta. Ja, dat was te gek. Ja, ik zal het even voorlezen. Koekjes. Het schrijfhuis in Vlaams-Brabant is bedoeld voor twee schrijvers. Eerst was ik alleen, toen kwam er een Poolse dichteres. Ze leek me ernstig ziek. Onder het eten kwam er veel geluid uit haar neus. Misschien vond ze het onkies om door haar mond te ademen. Het tafelgesprek ging tussen mij en haar neus. Het was geen neus, maar een muziekinstrument. Een neusorgel. Langzaam zong de neus zich los van haar gezicht en blies zijn veeltonige deun over tafel. Mag je iemand vragen, wilt u misschien even uw neus snuiten? We zaten dagenlang opgesloten, er viel stugge regen. Door de regensluiers klonk het hoge gillen van buizerds boven de velden. Uit de kamer van de dichteres kwam de zachte geur van wierook. Wanneer ik haar op de gang of in de keuken tegenkwam, had ze bijna altijd 2 dampende mokken ginsengthee in haar handen, alsof ze haar kamer deelde met een verstekeling. Soms maakten we een praatje.
Ze zuchtte veel. Niet alsof ze aan het leven leed, meer alsof ze overtollige lucht loosde. Ze was vegetariër, zei ze, en at in 2 dagen de cheesecake van Delhaize op die ik in de koelkast bewaarde. Na een paar dagen vroeg ze of ik haar naar de supermarkt wilde brengen. Het was 20 minuten rijden. Als we niet spraken, luisterde ik naar haar neus. Ik wachtte in de auto op de parkeerplaats van Delhaize. Toen ik de morgen uit had, ging ik kijken waar de Poolse dichteres bleef. Ik kwam haar tegen op de groenteafdeling, met een courgette in de ene hand en een aubergine in de andere. Je kunt gemakkelijk verdwalen hier, zei ze. Toen we de oprit van het landhuis opreden, zei ze verbaasd, is dit het huis? Ik beaamde dat, hier woonden we al bijna een week. Jeetje, zei ze, ik had het nog helemaal niet van buiten gezien, wat een mooi huis. Later die middag hielp ik haar met haar internetaansluiting. De volgende morgen lagen er kleine koekjes voor mijn deur. Dames en heren, Tommy Wieringa. Dankjewel.